Leuk joh, goede vriend van mij, lekker vakantie aan het vieren op Bali. Maar ja, wat gebeurt er? Scooterongelukje. En hij maakt zich nu ontzettend zorgen of zijn ziekenhuisrekening wel betaald gaat worden. Ga jij nou binnenkort ook op vakantie, dan is het goed om te weten dat een paar dingen echt belangrijk zijn. Als eerste, de duur. Ga je nou maar één keer per jaar op vakantie, neem dan een kortlopende reisverzekering. Maar ga je vaker weg, ga je misschien zelfs op wintersport en af en toe weekendjes weg, is vaak een doorlopende reisverzekering veel voordeliger. Een ander belangrijk punt is natuurlijk de dekking. Ga je buiten Europa op vakantie, dan moet je de werelddekking aanzetten. Vergeet dat niet. Denk er ook aan als je bijvoorbeeld gevaarlijke sporten gaat doen, duiken, bergbeklimmen, maar ook skiën, dat je dan goed na moet gaan of gevaarlijke sporten wel op jouw reisverzekering gedekt zijn. Medische kosten, ook zo'n ding. Heel veel ziektekostenverzekeringen dekken ook de ziektekosten in het buitenland, maar vaak maar tot een bepaald maximum. Als je dan goed verzekerd wil zijn, moet je het meerdere in ieder geval dekken op je reisverzekering. Is echt een aandachtspuntje. En ja, natuurlijk net als mijn goede vriend, als je een scooterongeluk hebt en je ligt in dat ziekenhuis, dan wil je dan niet zorgen hoeven te maken of het allemaal wel verzekerd is. Een ander punt, de annuleringsdekking. Stel nou dat je voor je vakantie arbeidsongeschikt of werkloos wordt. Dan zorgt de annuleringsverzekering ervoor dat je in ieder geval de reissom terugkrijgt. En ook als je op vakantie ziek wordt en eigenlijk niet verder kan genieten, krijg je nog steeds een gedeelte terug. Zorg dat jij wel veilig en goed voorbereid op vakantie gaat. Ga je met de auto? Kijk dan ook nog even je autoverzekering na. En denk natuurlijk ook aan, mocht dat nodig zijn, eventuele visa, inentingen en vreemde valuta. En is je kaart al lang weer in Nederland bij je vrienden en bij je ouders? En ben jij dus ook alweer terug? Kijk dan toch nog even naar je reisverzekering. Heb je de werelddekking aangezet omdat je buiten Europa op vakantie was? En ben je de rest van het jaar helemaal niet meer van plan om buiten Europa op vakantie te gaan? Zet hem dan weer uit. Dat scheelt in ieder geval geld. Voor nu wens ik je een hele fijne vakantie en kom gezond en veilig weer terug.